Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben jullie weer een nieuwe episode van Facecam Vrijdag. En vandaag is het op Rush. En we gaan vandaag met de Peacekeeper spelen. En hopelijk brengt hij mij ook wel peace. In de zin van dat ik gewoon heel veel kills mag maken. En gewoon niet doodga. En met heel veel geluk mijn nuclear haal. Want ik speel met non-lethals. En de reden van is dat ik toevallig net een poging heb gedaan om een episode te recorden voor Facecam Vrijdag. Ik had 29-4 of zo, of 29-3. En ik had al mijn killstreaks gehaald, alleen de enemies ragequitten gewoon allemaal. We hadden ronden met 240 met punten, dus in domination. En dat is fucking boring. Gewoon dat die mensen gelijk leave you. Je hebt niks meer te doen. Je zit heel het maar rondjes te draaien in het midden van de map. Zo ging ik ook dood. Ik stond gewoon in het midden van de map, zonder rondjes te draaien uit verveling. En ja, dat is gewoon kloot, weet je. Je wil graag dat je, ja, dat je toch een leuke match hebt. En killstreaks halen is leuk, maar niet als alle enemies vervolgens leave en heb je er toch niks aan. En dan had ik nog liever gehad als mijn killstreaks de lucht schoten, maar dat ze dan nog bleven, maar dat was dus niet het geval. Dus helaas. En ik heb het idee dat ze... Ja, dat ben ik, teammate. Denk ik, wat de fuck, waar schiet jij op? Ik heb het idee dat ze bij C zitten, waarom weet ik niet? Oh, dat is niet gunstig. Oh, nee, ik wil de andere dingen hebben. Ik wil gewoon mijn B23R. B23R is toch wel chill. Ik dacht even dat ik een secondary heb, want dat heb ik meestal niet. Dit is op zich voor mij een, ja... Moet ik zeggen, een vrij casual setup, zeg maar. Gewoon heel standaard. Niks geks op. En dat is mijn telefoon. Daar moet ik echt eens op vinden. Want die hoor je volgens mij echt iedere keer. In iedere video van mij hoor je mijn telefoon een keertje overgaan. En op zich wel positief. Want die berichtjes. Dat zijn bijna altijd allemaal mailtjes. Van jullie. En ik heb expres aanstaan dat ik al jullie comments binnenkrijg. Oh, je hebt zo'n gelukkig shotgun net, hè. Dat ik al jullie comments binnenkrijg via mijn mail. En dat is enorm veel. En dat zullen jullie waarschijnlijk ook wel begrijpen. Enorm veel. Maar dat doe ik expres. Zodat ik echt alle comments van jullie kan zien. En zo kan ik dus ook echt op alle comments proberen te reageren. En dat is dus wat ik probeer voor jullie. Ik probeer echt serieus met jullie zoveel mogelijk te praten, noem maar op. Dus je kunt verder ook altijd volgen op Twitter als je vragen hebt. Of Instagram of Facebook of wat dan ook. Facebook doe ik eigenlijk tegenwoordig heel weinig mee. En dat is het probleem dat het niet gelinkt is met mijn YouTube. Omdat dat niet kan door een of andere fout of zo. Weet ik veel hoe dat zat. Oh nee, dat kwam dat ik heb een YouTube pagina, zeg maar. Niet een account, maar een pagina. Oeh, gelukkig had de shotgun. En dat kun je niet linken met YouTube, omdat dat dus een pagina is. Dus dat is fucking stom. Helaas, zal ik mijn UV doen of niet? Wat doen jullie altijd op zo'n moment? Als je jouw UV hebt ingekald en je haalt er weer een. Ik doe dan nog, ik kal hem in, want dan gaat die UV sneller. En ik heb gewoon geen zin om die shit te bewaren. Om eerlijk te zijn. Waar zitten jullie? Hij zit precies achter dat ding, ik kan het niet zien. Oh, teammates. Als jullie zeggen niet dat ze C4 hebben. Werd dat die mensen C4 hebben? Hoppakee, net uit weg. Hij komt niet, hè? Ik denk hij zal komen. Ik denk ik schiet gewoon en loopt hij precies in mijn kogels. Maar nope. 10 om 1 en mijn team is er 12 mee. Het team doet goed werk. GG. Ik ga deze kant op. Ik heb bijna een orbital, dus zou best wel leuk zijn. Al zou ik mijn team ermee helpen, dat zou ik wel vet vinden. Alleen, dan hoop ik wel dat hij non-lethals ook runt. En niet dat hij daar ook dorks haalt en zo. Dat zou best wel irritant zijn voor mij. En dit is heel irritant dat ik nou door mijn teammate vast zit. Wat doe jij? Als ik naar links ga, ga jij naar links. Als ik naar rechts ga, ga jij naar rechts. Wat doe jij? Gekke man. Gekke manus. Nee, we gaan... God, doe ik het weer, hè. Ik wil gewoon dat ding houden. Wacht op mij. Juist. We hebben nog 1 minuut 40. Doe ik even dat ding inkallen. Ik bewaar even mijn EMP. En aan de ene kant misschien stom, want je krijgt punten voor je orbital en je EMP als nou enemies gekilled worden. Maar aan de andere kant, mocht dat ik doodgaan, dan is het dan makkelijk om weer terug te komen op mijn streak. Omdat ik dan gewoon al veel punten krijg voor dit. Ga je weg. Woe! Close enough. Ik wil even die orbital weg hebben. Ik weet niet wat de score is. Ik kan of de score. Ja, dat kan ik trouwens wel zien. Nee, wat de tijd is. Ik kan niet zien of ik EMP ben. En al is die EMP weg, kan ik het nog niet zien. Want die doos staat ervoor voor mijn facecam. Mijn stand. Mijn hele luxe stand van mijn webcam. Oh, ik kan double kill. Nee. Oh, gek. Oh, we hebben nog veel tijd, joh. Ik kan gewoon de dingen in, de EMP. Want ik heb bijna mijn volgende orbital al. Dat had ik niet eens in de gaten. Ik wil niet dat ik dat ding overlap. Dat zou heel erg lullig zijn. Niet als ik zo doe. Ik challenge die kerel. En die denkt, nope, dat gaan we niet doen. We hebben al 2 orbitals. Nice. Back to back. Nee, dat is niet handig. Shit. Wauw, ik ga echt best wel nice, hoor. Ik schiet wel eens mis, maar ik sta echt vol in die spawn. Hier moet ik weg. Oh shit, ik heb geen ammo. Run. 19-1. Team is dat 19-2. Ik heb hem ingehaald. Hij heeft wel 20 kills. Nou zie ik ineens. Net toen ik het zou zeggen, had hij 20 kills. We gaan deze kant op.
Nee. Wow, close. Close enough. Nee, ik wil mijn ding terug. Woe! Nee! Wat zeg ik nou? Ik ga non-lethal spelen. Omdat ik niet wil dat de enemies leven. Kijk wat de enemies doen. Ze leven. 21-1. Ik heb nog een EMP. Ik heb nog een orbital. Ik heb nog een UV. En ik ben volgens mij alweer op weg naar mijn tweede UV. Nou, wow, UV, daar hebben we het niet van. Maar alsjeblieft, zeg dat alsjeblieft mensen joinen. Want anders is dit echt balen. Ik speel non-lethals. Gewoon omdat ik net lethals speelde en iedereen liefde, speel ik non-lethals. Liever dan net zoveel mensen. Ik call gewoon even mijn orbital in, want ik wil weten wat ze hier doen. Orbital VSAT online. Be secure. Hostile hunter killer drone inbound. Hier kan me niet zien. Hij kan me wel zien. Oh yes! Fuck yeah, dat was even. Ik wist dat hij er was. Hij wist ook dat ik was. Hij is gereedskwit. Daar spawnde die. What the fuck? Hij spawnde echt super dichtbij. 22-1. Ik zit volgens mij echt alleen maar op gunstreaks. Dus op zich, ja, nuclear zou erin kunnen zitten. Ik heb alleen nog niet. Ik heb volgens mij nog geen 20 gunstreaks zelf. Ik kan ook even de EMP in. En de UV. What the fuck? Die mensen liever sneller dan ze joinen. Kijk dit! Nee, ja, omdat die teammates zijn streaks inkalt. Het is altijd wat, jongens. Ik speel non-lethal, de teammates spelen lethal. En uiteindelijk heb ik er dus nog niks aan. Rage quits uiteindelijk nog indirect altijd, altijd pech. Explosive charged. Come on, come on. Ik weet wie je er bent. Show your face. Of niet. Hij zit daar niet, hij zit hier buiten. Dan zag ik eentje links. Kan ik killen? Ja, die is voor mij. Ja, alsjeblieft dat ik 20 gunstreak heb. Nee, nog niet. Ik wil op zijn minste 20 gunstreak hebben. Waarschijnlijk heb ik die al lang. Heb ik helemaal niet in de gaten. Dat hoop ik. Dan heb ik nog een beetje het idee van... Oké, okay, ik heb nog iets gehaald deze match. Want ik krijg rond die mensen rage quit alles, maar... Dat is altijd het voordeel bij een nieuwe Call of Duty. Mensen rage quit niet in het begin. Maar bij het begin is er altijd zoveel problemen met lag. Dat niemand in het spel überhaupt kan spelen. Ik ben fucking lomp. Oké, okay, ik ren ook. Alles aan iedereen voorbij. Ik weet niet, volgens mij zit hij boven. Of niet, nee. Teammate zit hier boven. Waar zitten die enemies? Ik loop helemaal rondjes en ik kom niemand tegen. Wat is dit voor onzin? Ik denk dat ze weer hier staan. Maybe. Maybe. Please. Oh, shit. Ja, ik heb mijn relentless, jongens. Dat was eigenlijk het enige waar ik nog wat voor haal. Een relentless. Nog eentje? Nee, niet nog één. Oh, shit. Oh, shit. No. 200 om 51, jongens. Relentless. 25-1. Ja, het had makkelijk kunnen als wij gewoon niet zo stom waren. Wij hebben triple caps gehad. Continu. Ik haal mijn, killstreaks. Kan ik zeggen, non-lethal killstreaks, zou ik zeggen. In ieder geval, ik haal mijn non-lethal killstreaks. Allemaal leuk en aardig. De enemies rage quit alsnog. De volgende ronde joinen er eindelijk weer mensen. En wat denkt mijn teammate? Ik doe de swarm erop en maakt het uit. Ja, en dan is het afgelopen. In ieder geval, 25-1. Ik hoop toch dat je het een leuke gameplay vond op zich. Maar ja, ik heb mijn best gedaan. Het is ook wel goed gegaan. Ik heb zelfs een nieuwe camera voor mijn B23R. We hebben Relentless. Het was 25-1. Dat is op zich ook best netjes. Maar trouwens nog één ding. Morgen upload ik een speciale video. En niet in de zin van een montage of iets in die zin. Maar ik bedoel over een bepaald onderwerp dat ik jullie even wil vertellen. En ja, op zich best leuk. Dus ik zou zeggen, kijk ernaar uit. Ik zal proberen hem rond een uur of drie te uploaden. Dus daar ga ik echt mijn best voor doen. Dat gaat lukken. Dus ja, dan kun je me op mijn kanaal vinden. En verder rest hoop ik dat jullie een fijne dag hebben en tot de volgende keer. Houdoe.